Zou het niet heerlijk zijn als de stad waarin je leeft gezond is? Niet volgeparkeerd? Veilig voor je kinderen? De lucht rond drukke verkeersaders in Nederland is nog altijd veel te vies. Rotterdammers gaan gemiddeld een paar maanden eerder dood dan andere Nederlanders door de forse luchtvervuiling in de stad. In Nederland is luchtvervuiling de derde oorzaak van ziekte en sterfte, na roken en overgewicht. En daarom start de Milieudefensie in 2012 samen met bewoners in de meest vieze steden de campagne Samen voor Gezonde Lucht. Samen met vrijwilligers in heel Nederland maakt de Milieudefensie de luchtvervuiling zichtbaar. En met succes. De 80 kilometer zones rond steden zijn behouden. Steden voeren milieuzones in. Scooters gaan weer naar de rijbaan. En steeds meer gemeenten en het kabinet hebben toegezegd dat de lucht in Nederland weer gezond moet worden. Maar we zijn er nog niet. Milieudefensie wil voorrang voor wandelen, fietsen en schoon openbaar vervoer. Met elektrische deelauto's waar nodig. Dat is gezonder, beter voor het klimaat en zorgt voor meer ruimte op straat. Samen zorgen we dat mensen weer centraal staan. Doe ook mee met Milieudefensie. Dan maken we van onze steden gezonde steden.